Klaus Shorty, hoe heten jullie? Weet je wat? Denk je, die gaan allemaal door elkaar heen. Denk je wat we doen? Ik tel tot drie. En dan roepen jullie allemaal zo hard als dat je kan je eigen naam. Maar eerst even testen. Kunnen jullie een beetje hard gillen? Ja! Ik vraag, kunnen jullie een beetje hard gillen? Ja! Ja, volgens mij kunnen jullie wel hard gillen. Oké, dan tel ik tot drie. En dan roep je zo hard als dat je kan je eigen naam, ja? Zijn jullie er klaar voor? Ja? Oké, dan komt-ie. 1, 2, 3. Sorry! Jullie heten ook allemaal hetzelfde. Jullie heten allemaal... Dat is wel handig met onthouden dat jullie allemaal hetzelfde heten. Maar ik heb een vraagje. Weten jullie wat voor dag het vandaag is? Ja, wat dan? Ja, zeg maar. Nee, dat is zo. Ja, het is inderdaad zondag. Ja, inderdaad. Helemaal waar. Maar wat is er nog meer vandaag? Ja, Mike? Vaderdag. Zo, dat is gezellig. Zijn er ook papa's meegekomen vandaag, of niet? Ja? Heb je ook... Dat is ook toevallig, want zij hebben het ook. Ook toevallig dat jij ook vaderdag hebt. Hé, hey, maar jongens en meisjes. Ik heb een vraagje. Ik heb namelijk thuis een hele mooie tekening gemaakt voor mijn vader. En heb ik zo'n heel groot wit papier gepakt. En een zwarte stift. En heb ik zo'n heel groot zwart kruis gemaakt als tekening. Denken jullie dat hij dat leuk vindt? Ja. Niet? Zijn die kindjes die mooi kunnen tekenen, of niet? Wie kan er mooi tekenen? Ja, maar wie kan er heel mooi tekenen? Ja, wacht even. Wie van jullie kan er het mooiste tekenen? Kunnen jullie allemaal het mooiste tekenen? Nou, zeg, jullie lijken allemaal heel erg veel op elkaar. Hé, maar ik heb een vraagje. Zijn er ook kindjes die kunnen toveren? Ja, kijk, Mike steekt heel enthousiast de hand op, die mevrouw ook. Hé, ik heb een idee. Wat is er belangrijk als je gaat toveren? Zeg het eens, een tover? Een toverstaf. Een toverstaf, zegt die mevrouw. Wat nog meer, een tover? Stok, ja, wat nog meer tover? Spreuk, inderdaad. Maar één ding is nog veel belangrijker, ja. En dat is dat je je goed opwarmt. Want anders heb je morgen spierpijn, maar wacht eens even. Papa's, u mag er ook bij komen hoor. Misschien dat het ook wel helpt als u. Ja, het vinden jullie ook niet dat papa's erbij moeten komen? Papa! Niet? Oh, Justin zegt, laat papa maar lekker zitten. Ik vind het wel goed zo. Oké, maar we gaan even opwarmen. Kom even allemaal staan, zo. Zo, hup, in de benen, zo. Kijk. Mevrouw ook even staan, hè? Ja, ja. U was even ingekakt, zo, hè? Ja. Oké, en dan gaan we even opwarmen, anders heb je morgen spierpijn. Doe je handen opzij, zo. En dan doe je even zo uitrekken. Zo. En ook een beetje schudden met die billen zo. Ja. Ja, heel goed. En dan doe je je hand in de lucht. Allebei je handen. En dan leg je je handen op je hoofd. En dan ga je even zo je hoofd masseren. Zo. Zo. Maar wacht even. Het is altijd veel lekkerder als iemand anders dat doet. Dus draai je allemaal die kant op. En masseer het hoofd van degene die voor je staat. Kijk, die mevrouw staat voor je. Moet je even haar hoofd passeren, zo. Zo, zo, zo. Ja, heel goed. En andere kant. Omdraaien en even het hoofd passeren van degene die daar staat, zo. Heel goed. En weer uitrekken, zo. Ik hoor jullie niet. Heel goed. En dan doe je handen weer in de lucht. En dan ga je met je handen naar je schouders. En dan gaan we die even ronddraaien, zo. Zo, heeft u vaker gedaan, mevrouw, of niet? Ja, het ziet er helemaal super uit. En weer uitrekken zo. Handen weer omhoog. En dan gaan we zo met de handen naar de knieën. En dan zijn we even allemaal kikkers. Maar weten jullie wat voor geluid een kikker maakt? Ja? Zeker weten? Oké, nou leg je handen op je knieën. Dan gaan we even met z'n allen kwakken. Gaat ie? 1, 2, 3. Kwak, 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 kwak. Heel goed, en weer uitrekken, laatste keer zo. Handen omhoog. En dan gaan we piano spelen, maar niet piano spelen in de lucht. We gaan namelijk piano spelen op de tenen. Even de tenen masseren zo. Oké. Luister nu goed. Ja, dames en heren, ik ben een beetje zenuwachtig voor dit moment. Maar luister goed. Ik heb namelijk een liedje bedacht en een dansje. Hij is heel simpel, maar jullie kennen het niet, dus ik ga het even aan jullie leren, ja? Let goed op, hij gaat namelijk zo. Komt-ie. Kijk goed, Sven, hè? Komt-ie.
Hoofd, schouders, cliënteen, cliënteen. Hè? Nou, Hans, wacht even. Stop, ho. Ken je dat niet, al? Ja! Echt waar? Nou, ik wist dat dat een hit ging worden, maar weet je wat we dan gaan doen? Gaan we kijken of we het echt wel kunnen. Dan kunnen we ook hard zingen, of niet? Ja! Oké, dan gaat de muziek aan en dan gaan we met z'n allen even zo goed meezingen en goed meedansen. Zo hard als dat je kan, ja? Ben je er klaar voor, mevrouw? Ja, mevrouw van Katrien ook? Ja, gooi maar lekker erin, hoor. Gaan we zo passeren, zo? En dan komt hij met z'n allen, komt hij. Schouders, cliënteen, cliënteen. Schouders, cliënteen, cliënteen. Ogen, het puntje van je neus. Ik hoor jullie niet. Heel goed, ik hoor jullie niet. Hard meezingen. We maken het wat moeilijker. Bij het puntje van je neus gaan we zo een rondje draaien. Zo. Puntje van je neus. Kunnen we dat? Laat even zien naar 1, 2, 3. Puntje van je neus. Oké, dan gaan we weer met z'n allen meezingen ook. Kijk, komt ie. Hij komt nog helemaal niet. Sorry Hans, dat is mijn schuld hoor. Dus let goed op. Kunnen we nog hard gillen of niet? Kijk, we zijn nog wakker. En nu komt hij wel. Met z'n allen en meezingen, hè? Schouders, schouders, goed, Hans, zet hem uit. Zijn we klaar om te gaan toveren? Zijn we een beetje opgewarmd ook? Ja, ga lekker zitten op de billen. Maar, wacht even. Wie van jullie kon er ook weer mooi tekenen? Even kijken. Ze kunnen allemaal mooi tekenen, Hans. Dat is wat ook even. Even kijken. Maar wie zou ook op het podium willen helpen met tekenen? Weet je wat? Gaan we eerst een mevrouw naar binnen halen en naar voren halen. Kom maar, mevrouw. Van K3. Mevrouw van K3, kom maar bij. Zo. Hoe heet u, mevrouw? Emily? Ja, Emily, kom eens even naast me staan hier zo. En doe één hand in de lucht, Emily. En de andere op je buik zo. En dan ga je zo voorover. Kijk, Emily, dat noemen we een buiging. En dat gaat Emily nog een keer doen. En dan gaan we met z'n allen heel erg hard klappen voor Emily, ja? Emily, ben je er klaar voor? Maak een buiging. Applausje voor Emily! Ja, kijk. Dames en heren, u mag straks met Emily op de foto, handtekeningen, het mag allemaal vandaag. Maar Emily, we gaan eerst even toveren, maar wel even een vraagje aan jou, Emily. Heb jij wel jouw zwarte toverstift bij je? Nee. Niet? Oh. Heeft een van jullie een zwarte toverstift bij zich of niet? Heb jij je bij zich? Oh, niet. Oh, weet je wat? Doe je hand in de lucht. Hand in de lucht. Kijk eens. En dan doen we zo. Je hand in de lucht. Heel goed, Emily. En dan hangt er boven je hoofd een zwarte, onzichtbare toverstift. Mevrouw achterin. Ziet u hem ook? Nee, dat kan niet, want hij is onzichtbaar. Dus dan zie je hem niet. Op blijven letten. Hè? Hoe heet u eigenlijk? Wilma. Hi, Wil. Was goed. Lekker in het zonnetje ook. Maar boven je hoofd hangt dus een zwarte, onzichtbare toverstift. Wij tellen tot 3. Of wacht even. Emily, kan jij tot 3 tellen? Ja. Kan je ook heel hard tot 3 tellen? Oké, dan gaat Emily tot 3 tellen en dan pakken we zo de zwarte, onzichtbare toverstift, woep, uit de lucht. Zijn we er klaar voor? Oké, Emily, tel maar tot 3. 1, 2, 3. En pak hem uit de lucht, zo. De zwarte stift zo uit de lucht, je hebt hem in je hand, heel goed. Hartstikke idee, ik pak even mijn standaard erbij, zo. Oh, laat ik gewoon mijn stift vallen, wacht even hoor. Want kijk, Emily, ik heb namelijk een boek hier bij me. En ik zat zo te denken, in plaats van 1 tekening geven aan mijn papa, aangezien we met heel veel zijn, zullen we heel veel tekeningen gaan toveren. Kijk, want ik heb een boek hier bij me en dat boekje is helemaal... Hij is helemaal leeg. Zie je ook, Mike? En dat boekje gaan we dus vol toveren met tekeningen, met je onzichtbare zwarte toverstift. Wilma, heb je hem ook in je hand? Ja, op blijven letten, Wil.
Nee, je dacht lekker een rustig zondagmiddagje. Nou, dat gaat niet gebeuren hoor. Oké, maak een mooie tekening in de lucht naar het boek toe. Zo, maak maar een mooie tekening. Teken je ook mee, Hans? Ja, kijk, goed. Over de abstracte kunst ben jij. Ja, ik zie het al. Oké, dames en heren, leg de stift even naast je neer. Op de grond zo. Oké, Emily. Weet jij een goede toverspreuk? Oh, weet iemand anders een goede toverspreuk? Ja, zeg maar, Mike. Oh ja, die is wel goed. Hocus pocus Pilatus. Pas, en dan plakken we iets achteraan. Ik wou dat er een tekening was. Een shoe. Zullen we die gaan doen dan met z'n allen? Ja! Ja, oké. Tellen we tot drie. Oh mijn god. Emily, tel maar tot drie. Twee. Drie. Hocus pocus Pilatus. Pas, ik wou dat er een... Zullen we gaan kijken of die is gelukt? Oké, dan gaan we kijken. Maar als die is gelukt, gaan we heel erg hard klappen. Oké, dat is wel leuk misschien. Ja, dat maakt het nog spannender. Wilma, je bent zenuwachtig, hè? Ja, of het wel gaat lukken. Ja, ik begrijp hem. Zullen we gaan kijken, Emily? Komt-ie. 1, 2, 3. Wat gaat er nou fout dan, Emily? Wacht even. Wat denk jij? Dat het niet echt is? Nou, ik wil toch wel dat het echt gaat lukken. Nou... Ja, die zwarte toverstift, die onzichtbare. Weet je wat we vergeten zijn? Wilma, we zijn een beetje dom geweest met z'n allen. We zijn namelijk vergeten de dop van de stift af te halen. Dus pak je stift er even bij. Haal de dop er even af zo. Op de achterkant erop. En kleuren maar zo, tekenen maar zo. Je mag zo tekenen, prinses. Heel goed. Oh, je bent aan het zwaaien, ook gezellig. Zo. En de dop er erop zo. Op de hup. Want het gaat die vlekken. En gooi hem naar achter. 1, 2, 3. Wilma, kijk uit voor je hoofd. 1, 2, 3. Rap, zit ik heen. Oké. Nog één keer de toverspreuk. En dan gaan we hopen dat het nu wel is gelukt. Weten jullie de toverspreuk nog? Ja! Ja, nou, jij weet hem in ieder geval nog, hoor ik net. Komt goed, komt ie. 1, 2, 3. Hocus pocus Pilatus. Pas, ik wou dat er een tekening was. Zullen we gaan kijken? Ja, en als dit is gelukt, gaan we heel erg hard klappen voor jezelf. Ja, dan komt ie. 1, 2, 3. Wow! Yeah. Nou ja, zeg! En jullie zeggen dat jullie niet konden toveren. Zie nou dat het wel echt is, Emily. Maar wat, ik vind ze wel... Vinden jullie ook niet een beetje saai? Emily, wat is jouw lievelingskleur? Roze. Wie heeft er nog meer roze als lievelingskleur? Ja, wie heeft er blauw als lievelingskleur? Wie heeft er groen? Wie heeft er oranje? Wie heeft er geel? Wie heeft er bruin? Wie heeft er aubergine? De kwaas iemand? Nee? Wie heeft er goud? Ja, dat zijn de dure kindjes. Die heb je altijd tussen zitten. Wilma ook goud? Ja. Dat is balen dan ook. Ja, kan niet met een bloemetje aankomen. Moet gelijk met goud aankomen ook. Hé, maar dames en heren, zullen we gaan kijken dan of we ook gaan inkleuren? Doe je hand weer in de lucht zo. Heel goed, Emily, hand in de lucht. Emily is even aan het poseren voor de foto. Ja? Oké, want boven je hoofd hangt nu de onzichtbare toverstift met jullie lievelingskleur. Emily telt weer tot drie en dan pakken we hem uit de lucht. Ben je er klaar voor, Emily? Tel maar tot drie. 1, 2, 3. En pak hem uit de lucht. En dan halen we eerst de... Dopper af. De dopper af, zo. De achterkant erop. En kleuren maar, zo in de lucht naar het boek toe. Zo. Heel goed Wilma. Wel een beetje binnen de lijntjes, hè Wil? Ja. Moeten wel mooie tekeningen worden ook zo. Oké, en dan doen we de dop erop. Op de achterkant. Zo. Emily. Denk jij dat de kindjes hier een beetje slim zijn? Ja. Zijn jullie een beetje slim of niet? Ja. Ja, als jullie slim zouden zijn, zouden jullie veel harder ja roepen. Zijn jullie een beetje slim? Ja! Oh, ja, volgens mij zijn ze slim. Oké. Want deze toverspreuk is namelijk iets moeilijker dan daarnet, aangezien er wat meer kleuren zijn. Maar als ik hem aan jullie ga leren, weten jullie hem dan daarna? Ja. Oké. Weet je wat we doen? Ik zeg hem elke keer eerst en jullie zeggen mij na. Oké? En zo hard als dat je kan. En dan komt hij. Abracadabra. Oh, dat kan veel harder. Dat is heel pijn als ik het hoor. Daar komt hij. 1, 2, 3. Abracadabra. Bra a bra da ka. Wupsie wupsie wee. Wupsie wupsie woe.
Ik zie niet al die tongetjes heen en weer. Hij komt er nog een keer. Heel goed, ja. Hij heeft het vaker gedaan, ja. Leo! Tom-ti-dom-ti-dom. Ah, tom-ti-dom-ti-dee. Ah, ja-ta-ta-ta-ta-ta. Ja-ta-ta-ta-ta-ta. Nou, dat was dus het toverspreuk. Jullie kenden hem, jullie zijn slim, zijn jullie net. Dus ik tel tot drie en doe jullie met z'n allen de hele toverspreuk. Ja, komt-ie. Oh, mijn vrouw is achterin, kom er ook bij zitten, gezellig. Ah, ja, is goed, ho. Ja, kom er bij zitten, gezellig. Oké, ik tel tot drie, komt-ie. 1, 2, 3. Zijn jullie hem nou vergeten? Weten jullie hem niet meer? Hoe komt dat dan? Was hij een beetje te lang? Echt waar? Oh. Wacht even. Kom maar bij Emily, kom even hier te staan. Kunnen jullie een geheimpje bewaren? Ja, willen jullie leren hoe echte tovenaars toveren? Maar niet doorvertellen dan, hè? Oh, wacht even. Doe allemaal één hand in de lucht. De andere op je hart, zie je zo. Ja, en zeg mij na zo hard als dat je kan. Hier, oh, wacht even. Achterin ook even meedoen, anders gaat u doorvertellen. Meneer, daar handen uit de zakken zo. Hoe heet die meneer? Hi! Ja, leuk, het ontspannen middagje zo bij een pannenkoekenrestaurant zo. Oké, één hand in de lucht, ander op je hart en zeg mij na zo hard als dat je kan. Hierbij beloof ik. En dan met z'n allen eten. Hierbij beloof ik. Dat ik het geheim. Van Clown Shorty. Niet zal doorvertellen. En dan doet u allemaal twee vingers, die doet u zo voor uw mond. Dan haalt u flink uw neus op. En dan, ja, doe maar niet, dan moeten we weer helemaal gaan schoonmaken en dweilen, weet ik het allemaal. Ik vind het wel goed zo. Ja, niet doorvertellen dan, hè. Oké, kom maar staan, dan ga ik vertellen hoe echte tovenaren toveren. Kom staan. Stap 1, Emily, is namelijk, is door de knieën zo. Zo. Ja. Wil. Kom altijd wat dichterbij zitten. Ja, alles ben je zo snel afgeleid ook. Even applaus voor Wilma ook, hè. Kijk. Oh, gezellig, ja. Oké, stap 1 is door de knieën zo. Ja, goed zo, Wilma. Stap 2 is met je armen zo. En dan van die wapperende vingers zo. En dan, ja, dan komt nu het dingetje wat heel veel mensen vergeten. Is dat er heel erg geconcentreerd moet kijken. Dat is bijna boos. Zo. En dan maak het. En denk aan je lievelingskleur. Denk, ja, aan de goud denken, hè, Wil. Ja. Ja. Zo. En zeg mij na. Hakkie takkie. Dat kan harder. Pijn dat ik een hoortje niet eten. Zo, hé. Toveren is een makkie. Kijk, 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 kijk. Zou dit nu gelukt zijn? Zouden alle tekeningen ingekleurd zijn? Wat denken jullie? Wat denk jij, Emily? Ja. Ja, zullen we gaan kijken? Maar als die is gelukt, gaan we heel erg hard klappen. En hoe klinkt klappen? Kijk eens. En hoe klinkt gillen? En hoe klinkt het als je ook gaat stampen? Ja, nou, nu wordt hij moeilijk. Hoe klinkt het dan als je gaat klappen, gillen en stampen tegelijk? Maar ho, laten we niet te vroeg juichen. Zullen we eerst gaan kijken of die is gelukt? Oké, komt-ie. Emily, kan jij nog één keer heel hard tot drie tellen? Oké, dan gaan we kijken. Komt-ie. 1, 2, 3. Ja, inderdaad. En wat gingen we ook weer doen dan? Ja, inderdaad. Applaus voor uzelf. Kijk eens, Emily. Ze staan er in, maar blaasjes. Hard blazen. Hard blazen. Die was te gaan spetteren, stiekem. Ja, want kijk eens, op die manier heb je alle tekeningen. Woep.